variabelen die kunnen verschillende meetniveaus hebben. En in deze serie van filmpjes zullen we de verschillende meetniveaus kort toelichten. We beginnen met het nominale meetniveau. Bij nominaal meetniveau kun je geen gemiddelde uitrekenen, geen mediaan, maar wel de modus. En de visualisatie die daar heel goed bij past is bijvoorbeeld het cirkeldiagram. Nou, een heel duidelijk voorbeeld van nominaal is bijvoorbeeld de vervoersmaatschappij die je gebruikt. Hè? Dit is UOV, Utrecht OV, maar je hebt ook Connection en weet ik veel wat. Dat zijn allemaal voorbeelden van de variabele vervoersbedrijf. Ja, die kun je niet op volgorde zetten of zo, dus nominaal meetniveau. Zodra je met getallen te maken hebt, dan denken veel mensen, oh, dat is dan niet meer nominale, dan kun je ze ook op volgorde zetten, maar dat is niet altijd zo. Bijvoorbeeld hier bij de bussen, de busnummers op de bussen, is ook een voorbeeld van een nominaal meetniveau. Want de volgorde van die busnummers zegt helemaal niks. Die nummers worden alleen maar gebruikt om de bussen een naam te geven.